De term de Gouden Eeuw is ook al in een eerdere video gevallen, daar gaan we nu eens even dieper op in. We blijven bij die republiek en we gaan kijken naar de bijzondere plaats in staatkundige opzicht en de bloeiende economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. Oké, staat, economie, cultuur, er komt dus van alles voorbij. Laten we dan ook maar even de sociale verhoudingen erbij pakken. Op deze vier gebieden ontwikkelt de Republiek zich dus anders dan andere landen in die 17e eeuw. Daarom heeft die Republiek een bijzondere plaats. We zullen ze even stap voor stap afgaan. We beginnen met de politiek. Hier zie je een tekening van dat bestuur van die republiek, maar ik kan me voorstellen dat dat nog een beetje onduidelijk is. Een kenmerk van het bestuur van die republiek is in ieder geval dat het een decentraal bestuur is. Er is geen één koning die de macht naar zich toe heeft getrokken, nee, de macht is juist heel erg versnipperd. En we gaan eens even die tekening aflopen. Ik zet hem even in een schema. Op lokaal niveau had je de graafschappen onder leiding van de adel, en de vroedschappen, de stadsbesturen, waar de regenten, de burgers, de baas waren. Nou, in iedere stad, die kon al eigen regels hebben, die konden per stad verschillen. En vanuit het platteland en vanuit de steden werden vertegenwoordigers gestuurd naar de gewestelijke staten. En die gewesten vormen eigenlijk de kern van de staatsinrichting van het bestuur in die republiek. En dat zijn die 7 oranje kasteeltjes die je daar ziet staan in die tekening. Er zijn dus ook 7 gewesten. En ieder gewest had eigen bestuur, had eigen rechtspraak en ook over de godsdienst mochten ze zelf heel veel dingen bepalen. Het belangrijkste gewest was Holland, vandaar dat dat kasteeltje ook het grootst getekend is. Daar woonden de meeste mensen, daar werd het meeste geld verdiend. Dus uiteindelijk was Holland ook het machtigste gewest. Maar goed, ieder gewest apart, dus decentraal. Maar af en toe moeten er natuurlijk wel zaken samen worden besloten. Die republiek is immers wel één staat. En daarom is er ook zoiets als de Staten-Generaal, de Algemene Statenvergadering. Vanuit die 7 gewesten worden de vertegenwoordigers gestuurd naar die Staten-Generaal. En die beslist over de oorlogsvoering, dat kun je beter met z'n 7e tegelijk doen, in plaats van dat je dat allemaal afzonderlijk gaat doen. Die beslist ook over het buitenlands beleid, want ook daarvoor geldt weer, je moet als één man naar buiten toetreden, niet met 7 afzonderlijke stemmen. En die Staten-Generaal bestuurt ook de generaliteitslanden. En dat zijn gebieden die na 1588 nog veroverd zijn op de Spanjaarden, tijdens die Nederlandse opstand. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan het mooiste gebied van Nederland sowieso, Brabant. Dat was zo'n generaliteitsland. Je ziet ook 2 personen nog in die tekening staan. Links de raadspensionaris. Dat was de leider van de vertegenwoordigers van Holland in die Staten-Generaal. En omdat Holland het belangrijkste gewest was, was hij ook meteen de secretaris van de Staten-Generaal. Hij was de belangrijkste man in die Staten-Generaal. Je zou dus kunnen zeggen een soort minister-president, maar tegelijkertijd onderhield hij namens de Staten-Generaal ook de contacten met het buitenland. Dus eigenlijk was hij ook een soort minister van Buitenlandse Zaken. Maar goed, naar die raadspensionaris, daar wordt dus echt wel naar geluisterd in die Staten-Generaal. Een andere belangrijke persoon in het bestuur van de Republiek was de stadhouder. De stadhouder was de opperbevelhebber van het leger en vloot, de belangrijkste generaal. Hij maakte de militaire keuzes. Nou, en in een tijd waarin heel veel oorlog gevoerd wordt, en zeker tijdens die Nederlandse opstand, is dat dus een heel belangrijke functie. En die 2 personen moeten dus goed met elkaar samenwerken, die raadspensionaris en die stadhouder. Dat ging meestal goed, maar er waren ook periodes dat ze elkaars bloed wel konden drinken en dan zat de republiek meteen met problemen. Oké, gaan we door naar de economie. En hier zien we weer een kaartje dat we ook al eerder zagen toen we het hadden over die handel over zee, de opkomst van die wereldeconomie. En daarom ook even een heel korte samenvatting van die video. Wat zagen we? Nou, we zagen de economie opbloeien in de Republiek. Op het gebied van de handel, en dat was vooral overzeese handel, op het gebied van de nijverheid en op het gebied van de landbouw. Het centrum van die economie, het centrum van de handel, was Amsterdam. Amsterdam groeide uit tot de rijkste stad van Europa en daardoor konden zij prachtige gebouwen bouwen zoals hier bijvoorbeeld het stadhuis, het tegenwoordige paleis op de Dam. Maar goed, voor een uitgebreid verhaal over de economie verwijs ik je terug naar die video Handel over Zee. Want wij gaan door naar de sociale verhoudingen. Doordat ze goed ging met de economie, ging het ook goed met de welvaart. De welvaart was hier relatief hoog in de Republiek, zeker als je vergelijkt met de landen om de Republiek heen. Dat kwam omdat er maar weinig mensen werkloos waren, omdat hier zoveel te verdienen was, omdat hier zoveel werk was. En was jij toch werkloos of op een andere manier arbeidsongeschikt geraakt, was je arm geworden in ieder geval, dan was er ook nog een goed stelsel van armenzorg. Zowel door particuliere regenten als door de kerk. Heel simpel gezegd, als je in de 17e eeuw ergens arm moest zijn, nou dan kon je maar het beste in de Republiek zijn. Gaan we door naar de cultuur. Het is ook een periode van culturele bloei, die 17e eeuw. Het is dus ook een gouden eeuw op cultureel gebied, niet alleen op economisch gebied.
En het beste voorbeeld ervan zijn misschien wel de Hollandse meesters, de schilderkunst. Schilders zoals Vermeer, waar we hier links het melkmeisje van zien, en schilders als Rembrandt van Rijn, waar we hier rechts een zelfportret van zien. Die schilderijen die hangen ook nu nog in musea over de hele wereld. En waarom bloeit die schilderkunst nou zo erg op in die republiek? Nou, dat komt eigenlijk gewoon omdat er heel veel schilders waren in die republiek die heel veel opdrachten kregen. Door die relatief hoge welvaart hadden veel mensen het geld om hun huizen te verfraaien met schilderijen. Ja, en als mensen veel kunnen schilderen, als er veel schilders zijn, dan gaat het algemeen niveau natuurlijk ook omhoog. Er was ook sprake van bloei van de literatuur. Denk aan schrijvers als Joost van den Vondel en Pieter Cornelisszoon Hooft, PC Hooft. Die brachten werken voort die echt van ongekend hoog niveau waren. Ook de wetenschap bloeide heel erg op, er werden allerlei uitvindingen gedaan door hele slimme geesten in die republiek. Maar daar kom ik in een andere video over de wetenschappelijke revolutie nog even op terug, want in die wetenschappelijke revolutie speelde de republiek ook een belangrijke rol. En dan kijken we als laatste nog even naar de godsdienst, de religie. Die republiek die was onder andere ontstaan vanuit de onvrede die er was bij de Nederlanders over de strenge godsdienstvervolgingen van Philips II, die inquisitie. En je zou dus zeggen, nou dan zal er wel godsdienstvrijheid komen in die republiek. Maar dat was toch ook niet zo. Er kwam gewetensvrijheid. Er werd niemand vervolgd vanwege zijn geloof, maar niet ieder geloof had dezelfde rechten. Het Calvinisme, dat was de dominante stroming. En de Calvinisten hadden dan ook de meeste rechten. Die mochten in het openbaar hun diensten houden en je werd alleen maar bestuurder in de republiek als je Calvinist was. Katholieken bijvoorbeeld werden niet vervolgd vanwege hun geloof, maar ze mochten ook geen mis houden, ze mochten ook geen kerk hebben. Ja, als ze geld betaalden, dan kon het vaak wel. Maar dat is dus gewetensvrijheid. Ieder geloof is toegestaan, maar niet ieder geloof heeft dezelfde rechten. Oké, er is een heleboel voorbij gekomen. Ik zet nog even snel allemaal op een rijtje en we gaan weer kijken naar die vier gebieden dus. Op politiek gebied zagen we dus dat er sprake was van een decentraal bestuur. En daarbij is er ook sprake van particularisme. Die gewesten en die steden die streven vooral hun eigen belang na. De macht lag in handen van een kleine groep regenten, dat waren dus geen mensen die van adel waren, maar dat waren burgers uit de steden. En bestuur in de republiek had dan ook een sterk burgerlijk karakter. Op economisch gebied zagen we een opbloei van de handel en de nijverheid en de landbouw. En daardoor werd die republiek het rijkste land van Europa in die 17e eeuw. En die rijkdom zorgt er ook voor dat er relatief weinig armoede is in die republiek. Op cultureel gebied zagen we dat de schilderkunst, de literatuur en de wetenschap opbloeiden en dat er op het gebied van de godsdienst gewetensvrijheid en tolerantie was. En met al dit soort zaken die hier nu staan, onderscheidde de republiek zich in de 17e eeuw dus van de landen om zich heen. En daarom spreken wij over de bijzondere plaats van de republiek tijdens die Gouden Eeuw.